De voor ons zo specifieke midden-Europese angst heeft al tot menig onheil geleid. Het zou aan te tonen zijn dat niet alleen talrijke lokale, maar ook sommige globale conflicten uiteindelijk hierop terug te voeren zijn. De angst van benepen zielen vanwege zichzelf en de wereld om hen heen heeft vele malen bruut geweld en fanatieke haatgevoelens in de hand gewerkt. Angst brengt echter niet alleen onheil teweeg. Angst om ons eigen onvermogen kan immers nieuwe krachten in ons losmaken. Angst vanwege God of ons eigen geweten kan dapperheid in ons wakker roepen. En angst vanwege het feit dat we iets niet kunnen doorstaan, kan de beste motor zijn van ons verlangen iets juist wel te doorstaan. Angst om de vrijheid kan precies dat zijn wat ons leert om onze vrijheid werkelijk met kwaliteit in te vullen. En angst om de toekomst kan precies datgene zijn wat ons ertoe noopt alles in het werk te stellen om die toekomst beter te maken. Hoe gevoeliger iemand allerlei mogelijke bedreigingen ervaart, des te betere garantie hebben we om deze te overwinnen. Trouwens, ik heb altijd gedacht dat het gevoel dat je leven leeg is en dat het hierin aan zinvolle dingen schort, in wezen een oproep is om er voor je eigen bestaan en handelen nieuwe inhoud en zin voor te vinden. Zijn het juist vaak niet de ogenblikken van diepste twijfel waarop nieuwe zekerheden ontstaan? Wie weet of wanhoop niet de meest eigenlijke voedingsbodem is voor werkelijke menselijke hoop? En of het zonder het beleven van de absurditeit in de wereld überhaupt mogelijk is hierin zinvolheid te vermoeden, te zoeken en te vinden. Ondanks het feit dat ik zo net, zo niet presidentieel, over mijn momenten van wanhoop sprak, eindig ik toch heel constructief. Namelijk met de oproep om te proberen onze traditionele angsten het hoofd te bieden door systematisch alle mogelijke gronden hiertoe weg te nemen. Dat we ons best zullen doen om snel en gezamenlijk in Midden-Europa een dusdanig systeem van onderlinge politieke, economische en culturele betrekkingen te vormen, dat geleidelijk en definitief alle potentiële bedreigingen wegneemt die verborgen liggen in onze gezamenlijke toekomst en aldus ook alle gronden voor onze mogelijke angstgevoelens. Laten we ons op dit zo zwaar beproefde terrein eindelijk niet alleen van onze angst voor leugens bevrijden, maar ook van onze angst voor de waarheid. Laten we eindelijk onszelf recht, kalm en strak in de ogen zien, zowel wat betreft ons verleden, heden als onze toekomst. We kunnen ons pas echt losmaken van die dubbelheid zodra we die begrijpen. Laten we trachten van de bodem van onze twijfels, onze angst en onze wanhoop, de zaadjes bijeen te rapen voor een nieuw Europees zelfbewustzijn. Het zelfbewustzijn van hen die niet bevreesd zijn om voorbij de horizon van hun eigen belangen te kijken, of van die van een groepering en voorbij de horizon van dit moment.